Het Leger des Heils heeft vanmorgen de kerstpottenactie gelanceerd op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze jaarlijks terugkerende actie is speciaal bestemd voor senioren burgers, minder valide en minder bedeelden. Verlies Thomas, leider van het Surinaamse Leger des Heils, geeft aan dat de opbrengsten uit de donaties worden besteed aan kerstpakketten voor behoeftigen. De antwoord is dat we exactly what we have been doing over the years. And when the time comes, we are going to call the people and we distribute it. But the Salvation Army work does not stop at Christmas. It goes all year round. So we are going to help. This Christmas we are going, of course, to places like Moreno, Coroni, Salamanca, Para, Lady Dog, Point Verde, and all those places. And next week I'm going to be in Mukiri. And yes, there again, the all many room there. But all year round, we are going to keep helping our people. And there is nothing. Some people ask me, can you handle it, Major Thomas? I said to them, alone, I cannot. But with you, I am more than capable of doing it. We are not in this by ourselves. We are together. Na de speech van Verlies Thomas werd de eerste donatie gedaan door de financieel directeur van de Surinaamse bank, Martin Loor. Namelijk een check van 10.000 SRD. Now I know everybody wants to know how much is in the check. DSB has given 10,000 SRD. We are grateful for the gesture, and every cent will be used to help the people of Suriname. Tijdens de 92e kerstpottenactie van het Leger des Heils is de gemeenschap in de gelegenheid om tot en met 24 december een vrijwillige bijdrage te doen op verschillende locaties.